Maar zijn verrast. Het was een meneer Wennen, hè? Ik denk het niet. Wat waren we er aan? Oh, wat zit je charmant. Hallo, hallo, hallo. Corona-test. En dit is mijn nieuwe auto. Goedemorgen jongens, wij gaan vandaag carnavallen. De hele huiskamer is versierd. Maar mama en ik zijn wel gewoon die hard dat we gewoon nog hebben gesport. Ik ga hem even douchen, klaarmaken. En dan gaan we zo meteen hier lekker hapjes eten. En dan langzamerhand richting Den Bosch. Weet je nog wat ik ook niet? Ja. Ja. Oh, het is zo raar. Kijk ons zo. Oh, eerst waren we echt hetzelfde en nu niet meer. Ja, een hele andere haarkleur. We gaan! Lego! Met die banaan! Oh, je hebt hem niet! Ga je die weggooien? Ja, het boeit niet. Oké, dan ben ik wel ook. Doe jij jouw jasje even. Ja, echt leuk. Moet ik ook even mijn achterkant laten zien? Ja? Deze had eigenlijk hier, maar... Ja, die is vergeten vast te naaien. Vast dan. Ja, ik denk dat het echt vergeten is. En dit is mijn achterkant. Leuk, meiden! Van die leuke dingetjes. Ja, echt cool. En jullie? Met jullie hoodies? Ja, ik heb nog heel erg warm, maar je bent nog warm. Een leuk jasje. Zo. Nou, komt goed. Komt ja, maar goed. Buiten is het lekker hoor. Zo maat, heb jij dorst? Heb jij dorst of wat? Een beetje wel, ja. Goddam jongen, ga naar Rotterdam! Laat u eigen horen! We gaan op zoek naar de vrouwkes. Vrouwkes? Okay. Je hebt dan de vrouwkes. Genoeg vrouwkes. Hier begint mijn story. Waar de story begint. Wat staat er nou? Geef niet. Maar mijn oranje schoenen vloeken wel echt met... Nee, maar het is wel leuk. Kan. Het is carnaval, boeien. Oké, okay, let's go. We zitten gewoon in het water, jongen. Oh, spa blauw, jongen. Oh, spa blauw. Wij zijn hard. Check die quote. Netjes plassen. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Oh ja. En dat zie je hier, hè. We hebben het gehaald tot thuis. Kom, we gaan even de tafel leggen, jongen. Even eentje. Gaat het? Ik denk het niet. Wat gaan we eten dan? Gewoon witte bolletjes. Iedereen moet opkikker. Opkikker is goed voor je. Nou, goedemorgen. It's the day after. Oh, wat waren we er aan gisteren. Ja. Ja, ik drink weer één keer en ik krijg gelijk twee horens uit mijn kop. Niet kort. Goed gelegen. Oh. Ja, mijn ontbijtmoment gaat gewoon door, Kira. Ja, ik heb een ontbijt. Ja, normaal doen we dat samen, hè? Ja, maar ik dacht, ja, je zit nog helemaal te ronken, man. Je zit of ligt te ronken, ja. Ik moet nog even mijn mascara weghalen. Maar hebben we het leuk gehad? Ja, het was enig. Het was echt heel leuk. In die trein begon het al. Er waren mensen in de trein. Die waren niet verkleed. Nee. Die kregen het helemaal benauwd. Die waren ook met die kinderen. Die stonden gedrukt zo helemaal met mensen met de Oeteldonk jasjes. Die waren die kregen helemaal benauwd. Die wilden gaan shoppen in Den Bosch. Super. Het waren buitenlanders. Ja. Ze spraken Engels. Ja, dat klopt. Je dacht een leuke kans hier in de bos. Ja, we gaan even lekker naar het bos. Leuke stad om te winkelen. Ja, not! Inderdaad. Ik moet echt even helemaal bijkomen wat er allemaal is gebeurd. Er is zoveel gebeurd. Ja, we moeten het even analyseren allemaal. Ik kan niet eens een kaneelpotje open krijgen. Hoe zit dit? Hier. Oh. Waarom doe ik mijn bril niet op? Ik heb geen lens in. Ja, dat weet ik ook nee, niet. Nee, nou moet ik wel even mijn bril op. Nee, ik wil ook thee. Ik heb ook nog een koffie eigenlijk. Kom je dan gezellig bij me zitten? Ik wil best gezellig bij jou komen zitten hoor. Wat leuk. Ik ben ook best wat is mens. Dit ook? Ja, dat kregen wij. We kunnen naar bij ons in het dorp hebben we toegangskaartjes of zo. Stickers. Is dat dit? Miauw. Rode poes. De rode poes. Ja, daar mogen wij gewoon naar binnen. Mensen ons naar ons toe zijn gekomen, jong en oud. Dat ze onze podcast zo leuk vinden. Ja, echt heel veel. Dat is super leuk om te horen. Ja, dat vind ik ook ze leuk. Vinden die openheid die wij doen, dat vinden ze geweldig. Hoe meer open, hoe beter. Nou, dat gaan we dan ook maar doen hoor. Maar er komen nog podcast afleveringen aan. Maar ik weet nou niet of ik mijn haar zo kort leuk vind even. Dit zit goed, het is gezond. Ik moet echt wennen. Gisteren ook twee broodjes haalgeslag naar achter gebeukt. Ja. En een opkikker ook nog. Pak je altijd deze? Hey, ga je alleen voor jezelf thee maken? Nee. Of, zeker niet, die komt toch terug? Jij zorgt voor mij, ik zorg voor jou. Ja, dat is de deal. Maar ik voel me... Ja, wat moet je nou doen? Wat schud jij nou? Oh, jij moet echt nog even bijkomen, meid. Ja, ik wou net zeggen, ik voel me eigenlijk best goed. Het gaat best goed met mij. Nou. Niet dus. Jawel. Dit is vies. Wat is dat? Nou, weet ik dat. Misschien heeft hij gemorst met mayonaise. Geen idee. Gemorst met mayonaise. Oh, ik wil ook een deken. Dat is echt wel onze vaste prik. Hoe gaan we het in de zomer doen?
In de zomer met een dekentje? Nee, dat doe ik dan niet. Nee, wat gaan we kijken eigenlijk? Ik ben een beetje schor, hoor je dat? Zo. We kunnen Special Forces kijken. Lekker uitbrakken vandaag. Oh jee, en wandelen straks. Hey jij. Hi. Je had me vanochtend niet willen zien toen ik uit mijn bed uitkwam. Nee. Ik heb je maar niet op beeld gezet. Nee, dat is misschien maar beter ook wel. Je leek me wel echt een uitgetrapte, doortrapte, verrotte egel. Ja. Ja, zo voelde ik me ook. En dat voel ik me eigenlijk nog steeds, maar wel schoon. Ik ga even eten. Wat zijn hoe jou? Kan jij naar bed gaan zonder te douchen? Ja, helemaal crusty dusty jij. Ik was niet in staat om te douchen, jongens. Nee, dat, ik was echt niet in staat. Ik kon niks meer. Jij was echt als een oernummeloen. Ja. Je kon niet even met normaal praten. Hé, hey, wat heb jij op je hasjes? Ik heb mijn hasjes. Je hebt rood. Hoe ga je? Oeh. Ik ga best prima. Ik ga ook best prima. Kom even knuffelen met mij. Heb je lekker geslapen? Ja hoor. Ja? Even niet. Nee, ben je er nog niet ready voor? Nee man. Oh, wat zit je charmant. Ja, ik vind het wel lekker. Ik voel me zo lelijk, maat. Ik ben nog steeds moe. Oh. Alcohol is echt kut. Dit is echt weer even één keer en de laatste keer in een hele lange periode. Ik ga echt voorlopig niet meer drinken. Ik drink sowieso nooit, dus in één keer is dit echt. Ik ben weer thuis. Ik heb boodschappen gedaan en ik had net even deze weer gegeten. En ik was even vergeten hoe lekker die was. Ik zit helemaal te genieten zo. Maar goed. Ik ga hem nu klaarmaken voor de twee podcast afleveringen van vandaag. Want we gaan er twee opnemen. Ik heb nog steeds mijn twee horens op mijn hartjes. Oh. Ik zweet helemaal. Oké, het is 10:00. Ik ben helemaal kapot. Ik heb keelpijn. Mijn ogen die kunnen niet meer. Dinsdag is altijd zo'n volle dag. Ik ga douchen. En naar bed. En morgenochtend ga ik weer sporten. Ik heb een boek besteld. Deze. Geen idee of die goed is. Goedemorgen. Ik voel me zo. Ik voel me eigenlijk nog slechter dan gisteren. Ik werd vannacht ook wakker. 4:30. Moest ik weer plassen. Maar ik ga wel sporten. Dit was niet mijn beste training, maar ik ben wel blij en trots dat ik ben gegaan, maar inmiddels is het 5:00. Ik heb de hele dag hier gezeten. Ik heb mijn lijstje afgevinkt. Mijn lichaam moet gewoon een week herstellen van die kutalcohol, joh. Oh, tyfus. Oh, mijn ogen prikken zo. Een hartstikke verkouden keel. Goedemorgen. Nou, ik voel me gewoon nog slechter dan gisteren en eergisteren. Holy fuck. Ik heb geen energie. Alles doet pijn. Mijn hoofd barst uit elkaar. Ik heb paracetamol genomen, dus het gaat nu echt wel iets beter dan net. Ik ruik niks meer. Ik proef niks meer. Net had ik het koud. Nu heb ik bloedheet. Het is schijtvermoeiend.
ben echt al lang niet ziek geweest. Ik wil eigenlijk helemaal niks doen vandaag. Ik ga gewoon met mijn laptop in bed. Oh. Dit is wel goed. Ik werd vannacht ook wakker. Oh, tyfus. Met een hele sliert snot uit mijn neus. Ik ga dit eten met een eitje. Maar ik proef toch niks. Nou, in ieder geval kom ik wel aan de eiwitjes. Ondanks dat ik ziek ben. Ik proef dit niet eens. En dit is zo zoet. Another snack. Helemaal buiten adem. Ik heb dus juist dat ik honger heb als ik ziek ben. Sommige mensen hebben juist geen eetlust. Nou, ik wel hoor. Kom maar hier. Mama heeft een coronatest meegenomen van de werk. Hoe werkt dit ook weer? Maar ik kan hier echt niet tegen. Oké, allebei de neus gaat toch? Oeh. Oh nee, dat kan ik niet. Gaat het? Ja! Hey joh! Ja! Maar maat! Ja, wat? Wat doe je? Een coronatest. Nou, Kira, het een beetje gek. Ik denk, ze gaat dood hier. Ze gaat een coronatest. Oh, meisje toch. Oh, ik word er bang van. Het ziet er niet uit. Nou wel. Help. Ach, liefje, maar is het niet een... Die traalt. Wil je een zakdoekje? Ja. Ja, maar ik hoef niet zoveel in beeld hoor. Ik ben naakt en ik heb een masker. Ja joh. Ik ben helemaal één met Fini. Dus ze ging helemaal langs me lopen, helemaal om de toren, helemaal. Ja. Hoeveel druppeltjes? 4 druppeltjes. 1, 2. Oh. Het is een beetje slijmerig. 3. Zo. Zoiets. Laat maar lekker pruttelen. Hij doet wel iets. Wat is 1 streepje? Dat is negatief dus. Maar waarom zat er... Wat is de C en wat is de T? 2 streepjes is positief. Ja, maar... Sst. Maar ik snap dan de T en de C niet. Want bij de C zou je zeggen, het is corona. Nee. Nee? Het is te lang geleden. Ja, ik ben het kwijt. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan sporten. Ruby gaat weer eens mee. En dit is mijn nieuwe auto. En dit is Ruby de nieuwe auto. Nou, mocht je willen, schat. Ja, wel ziek hoor. Ze moest haar auto terugbrengen. En in ruil daarvoor heeft ze deze even. Er was even geen andere, ja. Nou, shit. Vervelend. Nou. Oh, kijk even de binnenkant. Ja, het is fucking ziek. Kijk, zonsopgang. Oh, helemaal alles, joh. Cool hoor. Gewoon ook zieke binnenkant dit hoor. Ja. Die stoelen. Sorry, ik heb niet gevlogd in de sportschool. Dat vind ik nou weer een beetje leuk. Ja, we hadden eveneens zo weinig tijd. Ja, joh. Ik moest even vastgelegd worden dat Ruby mee was dit keer. Roepje? Ja. Ja? Kijk, dus de postbode. Hartstikke leuk. Nou, we gaan lekker lunchen. Ik heb een heel vol bord. En jij bent alweer heel gezond bezig, meid. Ja, toch? Ik ben lekker weer in mijn dekentje. Nee, maar daarna moet ik weer de hele dag editen. Ja, en ik moet boodschappen doen en stofzuigen. Gewoon huishouden. Gewoon allemaal shit. Gewoon allemaal shit. Dit heb ik dus al fucking tijd. Dat die vol zit. Irritant. Ik ga nu naar zangles. Ik ga even een kwarkje met proteïnecrusty. Ja, jongens. En een scoopje van dit.
Ja, ik sta voor de deur. Is goed, doei doeg. Hallo. Ik heb deze week echt een kutweek gehad. Sowieso was ik ziek. Was hormonaal ook helemaal weer uit balans. Waardoor ik ook meer stress ervaarde. En dus ook meer last had van misofonie. Dus ik zit er even niet zo lekker in. Echt fucking kut. Aankomende woensdag komt er een podcast aflevering aan. Dat gaat ook over misofonie. En hoe dat mijn leven ook kan beïnvloeden. Dus als je daar benieuwd naar bent, ga die zeker woensdag even checken. Voor nu is deze week vlog voorbij. Tot de volgende keer. Doei doei.